Nee, 29 november. 29 november. Actie. Staat aan. Staat jou aan? Ja. 10 voor 3. 29 november. Vrijdag. Waar gaan jullie uitleggen wat voor schade regen veroorzaakt? Wat voor schade als jij je motor buiten laat staan? Dit is vooral voor de mensen die het hele jaar doorrijden. Belangrijk. Als je het hele jaar doorrijdt, jongens, de winter passeert. Wat doe je als de winter passeert, Johan? Dan breng je je motor bij Isa. Voor een beurt. Beurt hoeft niet per se de olie en de oliefilter te zijn en de bougies. Het kan zo zijn dat die al iets van tevoren zijn vervangen en gedaan. Maar vooral waar het om gaat is dat je banden, je remrij wordt nagekeken, je remklauwen worden gedaan. Wat bedoel ik met je remklauwen worden gedaan? Je gaat de winter in, hè? Schroeven, bouten, ringetjes, allemaal losdraaien, invetten met kopervet of smurfvet en weer in elkaar zetten. Heel veel schroeven, bouten, ringetjes, uitlaatschroefjes, allemaal inspuiten, insmeren. Waarom? Je gaat de winter in. Als je de winter in, ja, als je de winter in gaat, zoals Johan zegt, dan heb je met pekel te maken. En pekel is de dood voor je motor. De onderhoud heb je met jezelf te maken. Het schoonmaken bedoel ik. Het schoonmaken is minimaal 2 keer per week. Even schoonspuiten met de ogendruk spuit. Maar de belangrijke dingen hoeft niet altijd dat je zelf kent. Ik ga een voorbeeld geven hier. We hebben hier een BMW en een RT 1100 staan. Motor heeft, Johan, een maandje buiten gestaan. Of iets minder. Ja, een maandje. Nee, ik denk minder. Die motorguzie heeft langer buiten. Wie heeft langer buiten gestaan? Deze of die guzie? Nee. Deze? Ongeveer heeft hij een maandje buiten gestaan. Motor heeft altijd goed gereden. Starten en rijden. Het is gewoon een kanon van een motor. Pak de motor. Ik wil starten. Maar nee hoor, hij wil niet starten. Gezocht, nieuwe bougies erin gedraaid. Alles nakijken. Wil maar niks doen. Ik draai de lucht. Viel de kap los. Ik spuit remreiniger. Of snel starten. Spuit ik in de luchtfilter. Er wordt gezogen. Dan start de motor. Ik kijk, er zit genoeg benzine in de motor. Maar, ik verder zoeken, ik haal de tank er vanaf. Inderdaad, water in de benzine. Als je deze kant op kon kijken. Kijk. Kijk, wat jullie allemaal hier zien leggen. Allemaal water. Moet kijken, het is allemaal water. Wat uit die leiding komt, kijk. Dit. Hier, allemaal water. Uit die leidingen heb ik net uit die leidingen. Dat is aansteker. Niks brandbaars aan. Johan, het brandt gewoon niet. Het is gewoon helemaal dood. Het brandt gewoon niet. Hele lichte geur van benzine erin en de rest is water. Komt er allemaal uit die leidingen. Het zijn overloopdingen. Kijk. Nog meer water. Tankje is er vanaf. We hebben alle benzine uit de tank gehaald. Ik ga de tank straks nog een keer spoelen. Een paar liters benzine erin. Spoelen. Leegmaken. Is toch mooi meegenomen. Hebben we gelijk de tank schoongemaakt. Die is weer helemaal fris. De leidingen kijken we naar. Alles kijken we naar. Want het is ontiegelijk veel werk. En als je ook ziet hoeveel werk. We praten over de BMW. Hoeveel werk de BMW RT 1100 nodig heb om een accu te vervangen. Die accu die heb ik al een keer eerder vervangen. Maar door het lang stilstaan en starten hebben we hem een beetje leeg gemaakt. Dus we hebben hem daar neergezet. Hij is aan het laden, de accu. Dus wat we gaan doen is, we gaan de tank schoonmaken. De tank ligt hier zo. Dit is de tank van de RT 1100. Er zit nog wel wat schijf in, Johan. Ja? Er zit nog wel wat in, hè? Ja, maar dan krijg je niet meer uit. Ook als je de pomp niet eruit haalt? Dan misschien wel. Ik heb hem op zijn kop gehad, helemaal leeg lopen schudden. Dat gaat er niet uit. Nee?
Maar ik voel wel nog gewoon nog wat. Een nieuw filtje ook. Johan, kijk die mensen de bronnen geven, die miootje. Hang daar. Ja. Ook. Ja. Hoi. Hoi. Nou, we hebben de scooter gekocht hoor. Ik heb gehoord. Ja, ja, we zaten beide toen ze je belden. Ja, oh ja. Als ze zeggen, ja, ik hoop dat hij op de accu is gestaan, maar anders kan ik niet natuurlijk niet mee naar de ruimte rijden. Je moet wel even tanken, want het is weinig benzine. Ik had het wel even nodig. Sorry? Ja, jij zei zeker nodig. Nee. Ik ga net. Nee, want ik heb thuis benzine. Ik heb het nog wel wat leuk hoor. Nee, ik zou liever tanken hoor. Geen risico nemen. En als je gaat rijden. En als je gaat rijden zo. Dat ding heeft een paar maanden stilgestaan. Ja, dat weet je, ja. Hij heeft een knopje voor hard en langzaam gaan. Ja, ja. Zet hem even op hard, geef hem even goed op het donder. Oh. Zo die lange stuk even goed op het donder geven, 50. Ja, dan moet er wel een stuk naar breuken, dan niet ja. Ja, precies ja. Ja, ja. Maar ik heb mijn eigen sleutel langer, want ik heb zo'n knal oren. Maar die krijg ik een beetje in de tas Oh shit, hou me niet uit. Pak even een tentje. Die dat wat vast tijgerip. Nee, ik heb daar. Daar. En nee. Het laatste gedeelte wat erin zit, is wat we zien. Gaan we het nu ook testen? Nee, dit gaat branden. Ik moet even een doek hebben. Ja, ja. Vleerluis. Heel luis. Dat laatste gedeelte krijg je er gewoon bijna niet uit. Ik moet gewoon zo wat deppen. Ik maak die hele schoon. Geen dank, de doeg! Geef me even goed op het donder, hè? Ja. Even een knopje omzetten. Je hebt het lange stuk? Ja, die stond er, ja, 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 die kunt het niet hebben. En laat je niet pakken door de politie, hè? Nee. Nee. Doeg! Kijk, stellen. Kijk, dit is mooi, wel een voordeel aan de BMW. Hij heeft gewoon een plastic tank op de grond, maakt niet uit. Hij beschadigt niet, want er komt een kap omheen. Kijk, wat ik heb nou de hele tank schoongemaakt.
heb zo'n gevoel. Ik ben een gynaecoloog. Niet lekker als iemand zit uit te hollen. Ja. Kijk zo, hoppa. Ah, is helemaal schoon. Tankje is helemaal schoon. Leggen we daar nu. Gaan we pakken we even. We zijn toch bezig, dan maken we alles schoon. Lukt de vleermuis? Ben op. Nee, maar hij is niet goed omheen om die ding. Nee, hij moet nog... Ja, ik ga het ervoor doen, een momentje. Wat was dat je? Explosie, jongen! Serieus? Ja, het was een raket van Saddam Hussein naar Tel Aviv. Tel Aviv. Ja. Van de... Ja, kan. Even kijken wat er is. Een slang is er. Een slang. Ah? Ik denk toen heb je het in lucht... Misschien iets losgeschoten, een slangetje wat dan... Ja, rook komen. Dat ga je ook terugzien. Vier is eraf. Ja, die pomp. Ja, laat je goed. Kijk, die gaat hier naartoe. Maar ik heb hem weer terug naar die veer. Ja. Maar ik heb helemaal nieuw gemaakt, het heeft helemaal schoongemaakt. Dat is belangrijk, hè? Ja. Ik heb geen zin zij eten vandaag uit. Ja? Ja. Hij kwam er binnen of is weggegaan? Wat? Nee, hij was binnen. Ja? Ik heb ze niet zei. Nee, ik zag hem naar binnen lopen als hij weggaan. Ja, maar toen was hij klaar met de bedden. Nee, was bad. Vrouwtje komt er weer aan met die boel. De boel? Ja. In de neus. Motor of brommer? Motor. Een kleine vrouwtje op die grote wachten. Oké. Okay. Ik heb nog een kopje. Er komen klanten naar binnen. Er komen klanten naar binnen, jongens. We gaan jullie vanavond, we moeten even mensen helpen. We gaan jullie horen dat horen van dit.